Weekoverzicht van 8 tot en met 12 juli. Zondag 7 juli was het vlooienmarkt op het marktterrein. Mijn naam is Wim Kuijer. Ik ben organisator van beroep. En op deze dag zijn we in Hilversum op het marktterrein, waar we een openlucht vlooienmarkt hebben plaats laten vinden. Dat wil zeggen, een vlooienmarkt, dat is, de standhouders kunnen een stalletje huren. En dan kunnen ze hun gebruikte en tweedehands spulletjes opzetten voor de verkoop aan de mensen die dat willen kopen. De entree hier in Hilversum is 3 euro. En dat komt omdat wij ook precario-rechten moeten betalen aan de gemeente. En er zijn ook markten bij waar het vrij entree is. Maar hier in Hilversum kan dat helaas niet. Het gaat lekker, het loopt lekker, het is mooi weer. Dinsdag 9 juli was er een feestelijke opening van een nieuw HEMA-filiaal op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Hartelijk gefeliciteerd met de opening van jullie nieuwe filiaal. Hoe voelt dat in deze tijd? Ja, echt heel erg goed. Ja, we zijn ontzettend blij dus, dat er weer een nieuwe HEMA is geopend. Dus ja, heel erg blij mee en erg trots op. Ja, super. Ze hebben een fantastische prestatie neergezet om hem in een week vol te krijgen en nu geopend. Dus met dit goede weer is de stralende ochtend volgens mij. Ja. En het ging best snel, hè? Ja, wat dat betreft goed voorbereid. En dan nou, zie je ook met extra inzet dat hij zo mooi open kan. Prima, ja. En helemaal in deze tijd, zoveel winkels hier dicht zijn ook, zo gaat er weer eentje open. En we horen dat veel mensen ook heel erg enthousiast zijn. Dus ze zijn blij dat hij komt. En dat het hopelijk weer wat doet voor Gijsbrecht hier. En ja, ik denk dat dat heel positief gaat werken. Van dinsdag 9 juli tot vrijdag 12 juli namen de kindervakantieavonturen in Hilversum plaats. Dit werd georganiseerd door medewerkers van Versa Welzijn. Zoals je achter me ziet, is het vandaag kindervakantieweek. En dat betekent dat er 120 kinderen aan timmer en zaag zijn en ja, om gewoon een leuke week te bezorgen eigenlijk. De kinderen komen in principe uit Hilversum, heel Hilversum. We organiseren deze week 2 keer, 1 keer in Hilversum Zuid en 1 keer in Hilversum Noord. En dus over het algemeen komen deze kinderen hier uit Hilversum Zuid, maar in principe ook uit heel Hilversum. Positieve reacties van de buurt. Dat ze het wel een leuk idee vinden dat de kinderen toch een weekje kunnen, ja, kunnen timmeren en zagen en bezig kunnen zijn. Dus over het algemeen positieve verhalen. Dit duurt 4 dagen, dinsdag tot en met vrijdag. Elke dag van 10 tot 4. En de kinderen welkom. De leeftijd is basisschoolleeftijd, dus 4 tot en met 12 jaar. De grootste groep zijn toch tussen de 5, 6 en 10 jaar ongeveer. Dit is mijn 7e jaar dat ik het organiseer. En daarvoor is het ook al georganiseerd, dus het is niet de eerste keer mee. Het is een drukte, maar het is gezellig toch?